De strekking van mijn opmerking was natuurlijk, en volgens mij weet u dat ook als geen ander, dat op zich het maken van een hof nog niet betekent dat je een democratische rechtsstaat hebt die ook naar behoren functioneert. Uiteindelijk de materiële kenmerken daarvan, anders zou je rule by law hebben. Je hebt het zo ingericht dat het er mooi uitziet, maar uiteindelijk leiden alle processen ertoe dat de dictator altijd gelijk heeft. Dat was de strekking van mijn opmerking. En mijn oog viel bij binnenkomen al op die mooie kaart. Dus ik dacht, nou, ik maak er toch één opmerkingje over. Zeg maar, het instellen van een hof maakt niet dat Nederland een beter functie... Op zichzelf betekent dat nog niks. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe je de toetsing inricht en hoe alle waarborgen ingaan. Maar goed, volgens mij snapt u de strekking van mijn opmerking. Ik snap de strekking van de vraag, maar de strekking van mijn antwoord was dat een constitutioneel hof bij het wegglijden van een land in veel gevallen wel degelijk tegenmacht geboden heeft, maar uiteindelijk niet het volledig kan gaan tegenhouden of zo. En dat is ook wat er in Rusland gebeurt. Ik denk dat het heel verstandig is om een keer goed te kijken over de keuzes van de invulling, de wijze van benoeming van rechters, waar al meerdere leden opgekomen hebben. Ik denk dat dat bij het hoofdlijnenbrief goed zou kunnen zijn. Ik denk dat je er niet aan ontkomt dat er een vorm van betrokkenheid van de Kamers zal zijn. Want om dat volledig bijvoorbeeld neer te leggen bij de Raad voor de Rechtspraak, acht ik op een andere manier kwetsbaar. Dus in de hoven die ik ken, in het Duitse gerechtshof, wordt de helft door de Bondsraad en de helft door de Bondsdag benoemd. Bij het Italiaanse constitutioneel hof wordt een gedeelte benoemd door het parlement, een gedeelte door de Raad van de Rechtspraak en een gedeelte door de president. Nou, dat laatste acht ik in Nederland weer niet zo'n goed idee dat het staatshoofd dat doet, omdat wij geen gekozen staatshoofd hebben, maar een koning. Maar je moet dus denken dat de rechters iets erover kunnen zeggen en het parlement er iets over kan zeggen. En daar een modaliteit voor vinden. In Duitsland staat in de grondwet dat het via het parlement het mag zeggen, maar in de wet zelf is bepaald dat het met 2/3 meerderheid gebeurt. En ook dat is een manier om te proberen om het tot een zekere hoogte te depolitiseren, omdat dan er ook een soort gedwongen overleg plaatsvindt in de Kamer om geen rechters te hebben die net het standpunt van de meerderheid plus één innemen. Het heeft één kwetsbaarheid. Als er echt een politieke strijd is, zoals we die in Polen zagen in het grondwettelijk hof, waar ik ook langs geweest ben, maar ik zal het u besparen, dan kun je vastlopen bij de benoemingsprocedure van je rechters. Dus dat is best wel een ding wat je goed uit moet discussiëren. Hetzelfde over wie de vraag kan voorleggen. Als je interinstitutionele bepalingen doet, dan is natuurlijk het bestuursorgaan zelf ook aan zet. Je wilt in ieder geval, zoals het opgeschreven had, en dat heeft hij allemaal goed gezien, dat het prejudicieel voorgelegd kan worden door de lagere rechter. Dus je vindt de rechtsingang waar je de rechtsingang vindt. En als er een grondwettelijk issue voortkomt, dan is die lagere rechter gewoon, moet in principe dit doorgeleiden naar het grondwettelijk hof. En daar die vraag beantwoord laten worden en kan dan verder met de procedure. Dat is overigens vrij vergelijkbaar met hoe het EVRM op dit moment werkt, waar sinds kort ook een prejudiciële procedure van kracht is. Sneller. Nu zegt de heer Omtzigt namelijk het bestuursorgaan bij de interinstitutionele bepalingen. Ja, maar een aantal mensen. Ja, precies. Daarvan, okay. Of een aantal mensen daarvan. Dus dat kan ook, het kan een individueel Kamerlid zijn, het kan een aantal Kamerleden zijn in dit geval. Of het kan de regering zelf zijn. Of wanneer het tussen de provincies en de gemeenten gaat, zou je kunnen zeggen dat kan de commissaris van de Koning zijn. Of dat kan een bepaald aantal leden van de provinciale staten zijn. Maar dan moet je even kijken welke artikelen je toetsbaar wilt maken. Nogmaals, over die politisering, ik blijf bij mijn standpunt. Als je het op de klassieke grondrechten doet, als je dat beperkt met de algemene beperkingsclausule, want de algemene beperkingsclausule die beperkt ook in hoeverre de rechters een eigen afweging kunnen maken, lijkt een beetje op de margin of appreciation die in het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zit, dan denk ik dat het niet zal leiden tot een overmatig gepolitiseerde rechtspraak. Als je geen beperkingsclausules erin hebt. En even voor de mensen die meekijken. Heel vaak zegt de grondwet op dit moment, u heeft dit grondrecht. Bij wet mag de wetgever afwijken van het grondrecht. Ja, op dat moment heb je natuurlijk niks meer aan grondwettelijke toetsing. Want wat de wetgever ook in de wet bepaalt, het is grondwettelijk omdat hij in wet afgeweken is. De enige manier waarop hij er niet mag afweken is met lagere regelgeving. Ja, nou ja, goed, daar zit niet de issue op dit moment. Dus ik denk dat die algemene beperkingsclausule wel degelijk belangrijk is om mee te nemen in deze grondwetherziening. D-
Dan de vraag of rechtspraak langzaam uitgebreid wordt. Nou, dat is natuurlijk bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het Europees Hof in Luxemburg evident het geval geweest. Het Europees Hof in Luxemburg heeft natuurlijk met het Van Gent en Loza-arrest en met het 1-0-arrest feitelijk zichzelf macht toegedicht die niet in het ding zaten. En heeft zich daarmee rechtstreeks rechtmacht toegekend en ook dat het boven de nationale rechten gaat. Dat is niet in het verdrag, dat is via de uitspraken gegaan. Het EVRM is natuurlijk ook op een andere manier opgezet. En ik noemde u net al het voorbeeld van Urgenda. Als u het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat, waarin gewoon artikel 2 zegt, de staat zal niet doden. Ja, dat is gemaakt tot een real and immediate threat in artikel 2. Dus als de staat ziet dat iemand bedreigd wordt, onmiddellijk en gedood wordt, dan moet ze actie ondernemen. En dat is in het Urgenda-arrest ingezet als, er zou een dreiging kunnen zijn dat er over enige decennia mensen doodgaan aan de hoeveelheid CO2 in de lucht. Dat is niet morgen of overmorgen. Daarom moet er nu actie ondernomen worden. In dat geval, daar kun je het politiek mee eens zijn of politiek mee oneens zijn. Dat is op zich niet erg. Maar de Tweede Kamer heeft op dat moment bij het EVRM niets om te zeggen, wij vinden deze interpretatie onjuist. En het gevolg van deze interpretatie is dus ook dat je het EVRM alleen kunt wijzigen door alle 46 huidige lidstaten een wijzigingsverdrag of een protocol te laten aanbrengen. Nou, dat is onmogelijk. Dus bij de grondwet heb je in ieder geval nog de mogelijkheid als grondwetgever, als je denkt van, maar de rechter doet een uitspraak waar we als grondwetgever totaal niet mee eens zijn, dan kun je de grondwet of de wet veranderen. Dus daar zit een dynamiek in. Je bent het niet eens met hoe die geïnterpreteerd wordt. Daar kan wat. Dus ik denk dat dat een veel beter evenwicht is dan het evenwicht dat wij op dit moment zien. Het primaat blijft dus bij de wetgever. Dat zien we ook in alle andere landen. Zeker in de opzet die wij kiezen, blijft het primaat volledig bij de wetgever. Maar ik denk dat met het aantal schandalen dat we gehad hebben, met de zeer complexe wetgeving die we in de sociale zekerheid hebben en die we ook hebben in zaken als datadeling, kan het soms nodig zijn om een check te hebben die ex post. En soms zie je pas 2 of 3 jaar nadat een wet is aangenomen dat die ongrondwettelijk is, of dat de uitwerking daarvan veel te diep ingrijpt in de grondrechten van burgers. Dan zou natuurlijk de Tweede Kamer zelf ook kunnen zeggen, wij gaan die wet wijzigen. Dat is ook altijd een mogelijkheid. Maar dat gebeurt dus niet. En daarom denk ik, voorzitter, dat het van groot belang is om te hebben. Tot slot de allerlaatste vraag die ik gehoord heb van de heer Elliand, en dat is, wie is de hoogste rechter? Nou, dat is in constitutionele zaken het Constitutioneel Hof. En dat zou een forse verbetering zijn met hoe het nu is. Want op dit moment kunnen alle vier de hoogste hoven die we hebben, kunnen het EVRM interpreteren. Hoeven dat ook niet eens uniform te doen. En bij een Constitutioneel Hof heb je in ieder geval dat voor de constitutionele rechtspraak er één instantie komt die uiteindelijk een eindoordeel geeft. En voor de rechtseenheid acht ik dat in ieder geval een aanwinst. Voorzitter, ik hoop dat deze discussie niet alleen academisch zal zijn, maar dat we over een aantal jaar ook werkelijk waar grondwettelijke toetsing hebben in dit land. Wellicht 176 jaar nadat Thorbecke het zelf eigenlijk al wilde en voorstelde in zijn proeven. Maar ik denk dat het een waardevolle aanvulling is voor onze rechtsstaat. En ik hoop dat we de komende maanden op al deze inhoudelijke punten ook een mate van overeenstemming in deze Kamer kunnen vinden in hoe we het wel kunnen doen in plaats dat er dus ook een wetsvoorstel komt te liggen dat breed gedragen is, zodat deze en een volgende Tweede en Eerste Kamer daarmee akkoord kunnen gaan. Dank u wel. Dank. Ik kijk even. Ik heb zelf nog 2 vragen aan de heer Ontzicht. Zijn er andere collega's die nog vragen hebben? Is er een tweede termijn zo meteen? Of, niet. Ik zou zomaar inschatten dat die er misschien niet is. Dus dan, ja, gaat u gang, meneer. Nou, als er geen tweede termijn komt, misschien voor vandaag, dan wou ik in ieder geval de heer Ontzicht bedanken voor zijn beantwoording nu ook. En ook de openheid die hij een aantal keer heeft betracht. Want dat is niet wat ik een aantal, ook wat mij verbaasde bij het lezen van het hoofdlijnenakkoord, wat op hoofdlijnen zou zijn, waar zo specifiek die vorm in staat, ook in het licht van het brede draagvlak. En de heer Ontzicht begon ook met alle rapporten die wij hebben gehad van dit moet wel gebeuren. Dus er zit ook volgens mij bij ons allebei wel het gevoel, het moet ook wat tempo hebben. Terwijl bij zo'n grondwettelijk hof komen toch wat meer van extra uitzoekvragen. De lijsten, benoemingswijzen,
En het risico van vertraging. Dus aan het eind zou ik de heer Omtzigt willen vragen om wat hem betreft nog even te schetsen hoe het proces er dan uitziet. Of het twee gescheiden wetsvoorstellen zijn, zoals ik de voorzitter ook vroeg. En hoe we dan ook kunnen zorgen dat er veel tempo wordt gemaakt. Meneer Omtzigt. Dan heb ik daar zelf nog geen afgewogen mening over. Dat klinkt een beetje stom hier. Want ik heb zelf meegeschreven aan het hoofdlijnenakkoord. En daar is de mogelijkheid opengelaten om er twee gescheiden wetsvoorstellen van te maken. En daarom zijn het ook twee bullets geworden. Of dat technisch mogelijk is, weet ik niet helemaal. Want als je artikel 120 uit de grondwet kegelt, dan heb je gespreide toetsing. En dan moet je er weer een artikel inzetten over dat het grondwettelijk hof, maar dat andere hoven dan geen grondwettelijke toetsing mogen doen of tenminste moeten doorverwijzen. Dus ik weet niet eens of het technisch mogelijk is. Ik wil ook kijken waar de meerderheden liggen en wat logisch is. Dus ik kan die vraag nu niet beantwoorden, maar ik sluit niet uit dat je uiteindelijk eindigt met twee wetvoorstellen. Maar ik vind het voor mezelf nog te vroeg om dat een definitief ja of nee op te geven. Maar zo is die, ja, het kan beide. En misschien dient mevrouw Jacquard dan een derde wetvoorstel erbij in om de sociale grondrechten ook toetsbaar te maken. Ik noem gewoon even een ding. En dat kan betekenen dat in ieder geval het wetvoorstel voor afschaffing van artikel 120 het gemakkelijkst gaat halen. En de toetsing aan de klassieke grondrechten, want dat is wat u zegt. En dat het bij de andere twee misschien wat meer op de zeven blijft liggen voor een volgende Kamer. Dus dat kan wel degelijk op die manier in een pakket. Komma. Er staat natuurlijk de bepaling in de grondwet dat je een grondwetwijziging in tweede lezing mag splitsen. En dat doen we helemaal nooit. Maar als je een grondwet splitst en je zegt toetsing aan de sociale rechten en de klassieke rechten, dan mag een Kamer gewoon zeggen van ik splits dat. Ik heb zelf destijds in de CDA-fractie ben ik er warm voorstander geweest om het uit de grondwet halen van de benoemingsprocedure van de burgemeester en de commissaris van de Koning te splitsen. Want ik vind dat die van de burgemeester, ja, die moet je uit de grondwet halen. Maar als je iets een commissaris van de Koning noemt, dan moet je hem ook niet laten verkiezen. Ik ben daar maar heel makkelijk in. Dus, en trouwens, ik werk werkelijk waar niemand in Zuid-Holland denkt, zullen we de commissaris van de Koning eens een keertje gaan verkiezen hier. Dus je had dat kunnen splitsen. Dus je hebt ook de tweede weg nog, en dat is de splitsing. En daarom zit ik hier even open in. Splitsing in tweede lezing blijft ook voor een volgend parlement dan een mogelijkheid om nog een wijziging aan te brengen. Maar dat hangt er even vanaf hoe technisch dat wetsvoorstel er uitgewerkt wordt. En dat is ook nog even iets. En kijk, ik zou het wel leuk vinden om met een commissie hier in de Kamer te kijken hoe het uitgewerkt wordt. Wilt u dan het hele grondwettelijk hof, hoe het, kijk, je kunt kiezen voor de Raad van State. Nou, die heeft geloof ik één artikel in de grondwet, of twee. Hoeveel zijn het er? Zeg ik tegen mevrouw Palmer. Ja, de Hoge Raad heeft er eentje, geloof ik. Maar het Koningshuis heeft een heel hoofdstuk. En dat gaat zelfs toe wat er gebeurt als de koning overlijdt en er nog een vrouw van hem zwanger is die dan nog een leven is, en wat er met de vrucht gebeurt als die wel of niet levend geboren wordt. Dat staat in de grondwet. Hetzelfde bij het grondwettelijk hof. Je kunt zeggen, er is een grondwettelijk hof. Maar je kunt ook vastleggen hoeveel rechters, hoe je de rechters benoemt, wie mag ontslaan. Ik bedoel, je hebt de optie om er dit van te maken en je hebt de optie om te zeggen, leg het lekker per wet vast. Nou, dat zijn die afwegingen die zou ik gewoon, om heel erg te zijn, eens even aan de experts vragen, wat is nou de beste manier om daarmee om te gaan? En daar hangt dan ook vanaf of je het in één of twee doet, zeg ik tegen de eerste. Meneer Sneller. Dank u wel. Een eerlijk antwoord, denk ik. Dat hebben we het overigens laatst gedaan bij de tweede lezing correctief referendum. To know avail, zou ik erbij willen zeggen, maar we hebben het wel gesplitst. De tweede afweging die ik aan de heer Omtzigt voorlegde was die tussen tempo en nog allerlei dingen nu ook uitzoeken die wel eerst beantwoord moeten worden. En de heer Omtzigt deed in zijn beantwoording nog even de algemene beperkingsclausule erbij. Terwijl een van de voorgangers van deze minister zei toen ik vroeg, zullen we die beperkingssystematiek meteen doen? Was het antwoord, doe dat ons ambtelijk apparaat en het tempo van dit wetsvoorstel ook niet aan. Dus hoe zit de heer Omtzigt in die afweging tussen volledigheid en hoe we het idealitair zouden hebben? Of hij het zou willen hebben? En ja, laten we ook zorgen dat we deze parlementaire periode kunnen stemmen over de eerste lezing. Meneer Omtzigt. Ik zou het fijn vinden als er een intern consistent pakket ligt als wetsvoorstel. En dat is dus ook waarom ik
Als je interinstitutionele bepalingen doet, dan moet je bijna wel een grondwettelijk hof doen. Of in ieder geval geconcentreerde toetsing. Ik heb de andere opties niet besproken, maar wilt u het bij een Kamer in de Hoge Raad doen? Kunt u het bij een Kamer in de Hoge Raad doen? Nee, ik bedoel, dat kan allemaal. Maar ik zou het fijn vinden als hier een pakket komt waarvan wij denken dat het uitvoerbaar is. En daar denk ik dat die beperkingssystematiek wel helpt. Omdat ik wel hoor wat een aantal van u zegt over van hoe ver moet je nu alles aan de rechter overlaten. Daar helpt die beperkingssystematiek. Aan de andere kant maakt hem ingewikkeld. Dus je probeert daar een afweging op te vinden. En als ik iedereen zo hoor hier, dan lijkt er in de Kamer een breed draagvlak te bestaan voor het afschaffen van het verbod op constitutionele toetsing. En zeg maar de lijst van Halsema van Tongeren, op welke je in ieder geval zou moeten toetsen. Dan is hier een draagvlak bij best wel veel partijen om een grondwettelijk hof te doen. Staat in het hoofdlijnakkoord, maar dat is minder groot. Maar dan zou ik ervoor willen zorgen dat er één of twee modaliteiten komen die intern consistent zijn. En waarvan wij ook denken dat ze niet ontsporen met rechtelijk activisme, dat ze niet ontsporen met het niet vinden van een benoeming van een rechter, omdat het hier vastloopt. Nou, als we dat kunnen vinden binnen een half jaar of drie kwart jaar, dan zou dat mijn voorkeur hebben. En daarom zeg ik ook, een klein beetje open debat zou ik hier niet heel erg vinden. Dat was exact ook de vraag die ik had in het hoofdlijnakkoord. We moeten het overigens niet flauw doen, want ik als woordvoerder namens de VVD heb gepleit tegen een hof. En maar ja, goed, ik weet mij gebonden aan het hoofdlijnakkoord. Dat is ook hoe de politiek werkt. Maar inderdaad, in het verlengde van de vraag van collega Sneller was ik ook wel nieuwsgierig, maar dat wordt wel duidelijker. In hoeverre. Er zijn nog allerlei keuzes te maken. En het is wel prettig als we die. Uiteraard gaat. Ga ik vanuit het kabinet ons aan de hand nemen bij de keuzes die je kan maken en moet maken. En uiteindelijk beslissen we daar zelf over natuurlijk. Maar het is fijn om te beluisteren dat de heer Omtzigt zich daar open in zit. Dat het voor hem niet. Als je de nota leest, dan kan je je niet helemaal aan de indruk onttrekken dat dit is hoe het zal moeten geschieden. En dat zou ik jammer vinden, want daar staan wel gewoon beslispunten in waar ik me wat minder in kan vinden. Maar volgens mij heeft de heer Omtzigt dat zojuist benadrukt. Maar ik check het toch nog even. En de tweede vraag, want die zet mij wel aan het denken over agenda. Mag ik wat de heer Omtzigt daarover zei en over artikel 2 en 8 EVRM ook zo opvatten? Want de gevoeligheid bij agenda zit hem er natuurlijk in dat via de route van de onrechtmatige daad en de maatschappelijke onzorgvuldigheidsnorm uiteindelijk een vrij extensieve uitleg van deze twee verdragsbepalingen uiteindelijk op het vraagstuk van de klimaatverandering worden toegepast en eigenlijk afdwingbaar worden gemaakt bij de rechter. Mag ik het betoog van u, meneer Omtzigt, ook zo begrijpen dat juist om dat soort, hoe moet ik het nou netjes zeggen, op het arrest was vrij veel kritiek, dat kunnen we vaststellen. Juist om dit soort arresten te voorkomen, zegt u dan, daar is dus een hof nou juist bij uitstek geschikt voor, om te voorkomen dat je dit soort ingewikkelde redeneringen krijgt. Want ik blijf erbij en iedereen mag het met me oneens zijn, maar de onrechtmatige daad is echt niet de route om dit soort vraagstukken uiteindelijk in een geschil tussen burger en overheid over een politiek vraagstuk te beslechten. Dus is dat nou juist ook een voorbeeld waarvan de heer Omtzigt zegt, als je dat wil voorkomen, dan helpt een hof juist. Want zo had ik er zelf nog niet helemaal naar gekeken. Ja, voorzitter, even om te beginnen. Deze nota, daar staat nog groep Omtzigt voor. Dit was nog voordat ik dacht dat het kabinet vroeg zou vallen. En ik dacht, ik leg zelf gewoon voor hoe het zou moeten. Dat was ook niet bedoeld. Het is ook geen onderdeel van het hoofdlijnakkoord. Het hoofdlijnakkoord zegt ook niet, neem de initiatiefnota van de heer Omtzigt over. Dat is maar goed ook. En dat is ook hoe we daarin zitten. Het zou leuk zijn, maar zo werkt het niet in de praktijk. Het tweede. Kijk. Een agenda-uitspraak kan ook plaatsvinden na het oprichten van een grondwettelijk hof. En bij agenda hebben we twee problemen. A, we hebben ons als Tweede Kamer hebben we allerlei doelen en weet ik niet wat vastgesteld. En daar deden we eigenlijk te weinig aan en daar vond de rechter wat van. En dat onderdeel van de rechtelijke uitspraak snap ik eigenlijk best wel goed. En aan de andere kant is daar een juridische basis ondergekomen waarvan ik dacht,
waar ik ook een beetje de kritiek die Jos als Kamerlid heeft, die ik eigenlijk wel een beetje deel. Hier was artikel 2 en artikel 8 niet voor bedoeld. En dat is anders met andere uitspraken die ik niet leuk vind. Hè. De stikstofarresten die kloppen als een bus. Daar is werkelijk waar geen millimeter op af te dingen. Ik ben het oneens met de stikstofwetgeving. Maar die stikstofarresten die volgen rechtstreeks uit de wetgeving. Zelfs over uitspraken van een hof kun je altijd discussie krijgen. Nou, die krijg je, of dat nou het Hof in Den Haag is in dit geval, en uiteindelijk natuurlijk de Hoge Raad, of dat het bij een grondwettelijk hof is. Er zal een keer een uitspraak zijn waar de maatschappelijke discussie niet meer ophoudt. Maar de maatschappelijke discussie hoeft niet op te houden. Het is dat een rechtbank voldoende gezag heeft om een oordeel te vellen. Dat is het belang van de rechtspraak. Niet dat de hele dat iedereen in applaus uitbarst naar een rechtelijke uitspraak. Er zijn zelfs moordzaken in Deventer geweest waar dat nog steeds niet gebeurt. Bij mijn bescheiden waarneming, zal ik maar zeggen. Dus het gaat helaas zaken als Urgenda niet voorkomen. Urgenda voorkom je, denk ik, alleen door zorgvuldig hier met wetgeving en internationale verdragen om te gaan. Dat is waar Urgenda eigenlijk uit voortkomt.